In deze video kwamen er weer een heleboel kralen binnen. En allereerst ga ik dus met die grote witte doos beginnen. Aan de zijkant heb ik ook nog een doos staan. Maar laten we bij het begin beginnen. En dat is dus deze doos. Die ga ik dus openmaken met een schaar. En ik doe altijd eerst de bovenkant en dan de zijkantjes. En dan klik ik jullie dadelijk bovenin vast. Hier zie je dus de doos en ik ga hem nu helemaal openvouwen om vervolgens het papier ervan af te halen. En dan zie je hier een heleboel rocailles en deze rocailles zijn een grote restock van de kraaltjes die uitverkocht waren of bijna uitverkocht waren. En deze unboxing is dus echt alleen een restock. Dus alle kralen die we hier zien hebben we al ooit gehad. En komen dus weer opnieuw binnen. En zoals je ziet zijn het echt de favoriete zomerkleurtjes van jullie. Die nu dus aangevuld worden, waaronder dus deze mooie paarse rocailles. En ook een oranje kleurtje, die vliegen echt de deur uit. Dan hebben we nog wat van die andere paarse maat rocailles. En roze natuurlijk, de lichtroze kleur, dat is deze in 3 mm, maar ik heb hem ook in 2 mm. Nog wat van die goudachtige kraaltjes. Dan hebben we nog de neongroen in 3 mm. En nog wat van deze blauw mintachtige kraaltjes in 3 mm. En ik doe ze allemaal in één bak. Zodat ik het ook meteen gesorteerd heb met naar boven nemen. Dan heb ik hier nog een kaartje Jetem. Nog een kaartje met van die cocktailtjes erop. En een kaartje met een palmboom. En good vibes. Dan heb ik een heleboel van deze gouden hartjeskralen. En die gooi ik in mijn winkelmandje neer. Nou, wat ik al zei, ik heb 4 van die zakjes en volgens mij zijn er 1500 kralen, dus we kunnen weer even vooruit. En dan heb ik een heleboel van dat tekstlint. En dit is de Good Vibes in een blauw kleurtje. Ik heb hier, even kijken, de Carpe Jam in ook een blauw kleurtje. Dit is de Girl Power, die gaat ook altijd heel hard. En dat is logisch, want dit is de aanvulvideo. La Vie est Belle, Live, Love, Love. Dan hebben we even kijken, deze golfjes in het roze. Smileys in het roze. En nog een aantal van die kussentjes. En dit is zo'n bruin kleurtje. Nog een keer van dat kussentje. Dan heb ik van dat display waar oorbellen aangehangen kunnen worden. Even kijken, ik heb nog wat van deze bloemkralen. Wat van die hazelnut. Sieradenlijm. Ik leg hem toch even hier bovenop. Voorzichtig neer. Dan heb ik nog wat van deze witte acrylkralen in een mat kleurtje. Even kijken. Dat is een kaartje. Hier zit nog een display. Ook weer een oorbellendisplay dus. En dan heb ik nog een zak wat ingepakt is. En die ga ik dus dadelijk even stuk voor stuk uitpakken. En dan zie je dat de doos helemaal leeg is. En hier heb ik dus de zak. Die heb ik opengescheurd. En hier zie je van die gouden kraaltjes. Dan heb ik van deze RVS-bedels met een sterretje. Een andere zeester RVS-bedels. Van die roze clipjes. Nog meer RVS-bedels. Ook de paarse matte acrylkralen. Wat van die beige kwastjes in de mini-vorm. Nog wat van die edelsteenhangers. Van die blauwe matte acrylkralen. Dan van die tubes in deze kleur. Groot gat hartjeskralen in het zwart. Edelsteenkralen. Nog wat van deze beadstoppers in het goud. Nog meer van die edelsteenhangers. En dit zijn van zo'n acryl sterretjeskralen. Die komen nog online ergens in de komende weken. RVS eind. Kapjes, nog meer RVS. Bedels. En zoals je ziet... Er zit een heleboel bij wat uitverkocht was. Nog meer RVS. Hier zie je nog een keer van die schelpjes in het RVS. Goud is al aangevuld. Zilver komt er nog aan. Dan heb ik nog wat van die roségouden veterklemmetjes. Ook de sterretjes in het roze. Dit vind ik echt super speciale kralen. Die komen binnenkort ook online. Deze sterretjes in het transparant. Dan de rode. En dadelijk komt hier ook jullie favoriet. Dus de geel met groene. En dat is deze. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind hem ook echt gek voor de zomer. En dan hebben we nog een keer het blauwe. En last but not least, deze keramiekkralen. En dan is het zakje leeg.
Kan ik door naar de volgende doos? Dat was die wat op de grond stond. Die ga ik ook weer eerst van boven openmaken. En ik heb jullie ondertussen vastgeklikt. Zodat jullie mee kunnen genieten. We beginnen hier bovenaan. En dit zijn 5 van zo'n displays. En deze displays zijn geschikt voor kettingen. Nou, dan ga ik weer verder met uitruimen. Dat zijn van deze grote gat hartskralen zwart. Die heb ik ook in het rood. En uiteraard ook in het roze. En je herkent dit misschien wel van de shorts van afgelopen week. Dan heb ik van deze sterretjes. Die zijn dus wel nieuw. Die komen er nog aan. Nog wat elastiek restock. En zoals je ziet was het zakje kapot. Dan een heleboel van die witte Katsuki kralen 4 mm. Nog wat van deze stickerrollen. You are the heart of my business staat erop. Dan heb ik nog wat van het RWS jasseron. 4 rolletjes om precies te zijn. Deze schelpjes kralen in het groen, roze en beige zijn weer aangevuld. Dan heb ik nog wat van die Katsuki kralen in een mint kleurtje. 12 mm karabijnsluitingen, de basis. En ook de 10 mm zijn na een afwezigheid van ruim 2 jaar weer op voorraad. Hetzelfde geldt voor zilver, altijd de 12 mm. En nu na ruim 2 jaar weer de 10 mm ook in kunnen kopen. Dan heb ik nog wel van die knijpkralen, zilver, nog meer van die Katsuki strengen. Dit is van zo'n ijzerdraad. En dan heb ik de 2,4 mm metalen kraaltjes in het goud en het zilver. Dit zijn van zo'n knijpkraalverbergers in het goud. Dit zijn schelpkraaltjes op een streng. En hier zie je van de schakelkettingen. En het gouden draad. Dan had ik nog een grote zak, die hebben jullie nog niet gezien. En die ga ik nu ook stuk voor stuk laten zien. Dus nog meer van die schelpkraaltjes in andere kleuren. Dat zijn deze allemaal. En echt, I love them. Dan hebben we nog wat van die RVS verlengkettingjes in het goud. RVS karabijnsluiting in het goud. RVS buigringen in het goud. Of splitringen. Dan heb ik wat van deze katjesbedels. Ik zou even kijken of ik het dichterbij kan laten zien. Dat zijn deze, echt love them. Die zijn dus wel nieuw en komen eraan. De mondjes zijn er eindelijk weer. En dan heb ik een heleboel smileys. En ik moet heel eerlijk zeggen, de roze is een restock. De groene zijn nieuw. Ik dacht, ik ga ook gewoon een keer groen pakken. De geel. Dan hebben we nog een keer de felroze of de hot of neonroze. Witte smileys. En blauwe smileys. En nu zitten er dus 100 in zo'n zakje. Dan heb ik nog wat van die eindkapjes of van die kraalverbergers. Dan heb ik nog van deze bloemetjes in het roze. Dat is ook altijd jullie favoriet. En ik heb nog andere witte bloemen. Die zijn ook een hele tijd afwezig geweest. Knijpkralen in het goud uiteraard. Deze hangers en die staan online en zijn alweer bijna weg. Dan heb ik nog deze geluksoogjes. Die komen ook binnenkort online. Even kijken. Nog wat van deze zilveren diskraaltjes. Ook de knijpkraal van Bergers in het zilver. Deze RVS bloemhangers. Die komen ook binnenkort weer erbij. Even kijken van die vlindertjes in het roze. Van deze vlindertjes in het roze. Dan heb ik nog van die andere vlindertjes in het roze paars. Vlindertjes in het wit. Nog meer vlindertjes in het wit. Bloemetjes in het roze. En dan heb ik nog een heleboel van die bliksemschichtjes in het wit. In het groen. In het paars. En ook in het roze. En ook hier zitten weer 100 in een zakje. En misschien zie je het wel aan mijn vingers. Maar ze worden altijd helemaal zwart van de nieuwe spullen die er binnenkomen. Dus ik moet die echt 10 keer wassen tussendoor. Dan heb ik nog een heleboel van die beadstoppers. En dit zijn de basis beadstoppers in het roze goud. In het goud heb ik een heleboel. Om precies te zijn 5 zakjes. En er zitten er 50 in zo'n zakje. Lijkt heel weinig, maar het is echt wel best wel veel. En ik heb ook nog zo'n gunmetal black. Ik dacht, why not? Superleuk. En zilver een heleboel. Dan heb ik nog 2 doosjes over. Waarbij ik dus nu eerst dat vierkante doosje ga doen. En dat is deze. En die zal ik ook weer even openmaken. En hierin zitten een heleboel, en je ziet het al, een soort van rokailles, om precies te zijn de Miyuki rokailles. En die zakjes zijn of 125 of 250 gram per zakje. En dit zijn dus ook allemaal restocks. Dus dit zijn de Miyuki rokailles 3 mm, oftewel 8-0 die uitverkocht waren. En ik geef jullie gelijk, het zijn echt super leuke kleurtjes voor de zomer. Vooral bijvoorbeeld hier de gele en dadelijk ook de blauwe. Echt love them. Mocht je nou willen weten wat Miyuki kralen zijn en doen, ik zal een linkje hieronder in de beschrijving plaatsen. Deze paarse kralen die zijn trouwens de kralen die we gebruiken voor een bloemenarmbandje. En die zal ik hierboven in beeld taggen. En dit zijn dus die kleurtjes. Love them. Dan heb ik nog hier zoiets als een roze zalmkleurtje en natuurlijk een roze hot kleurtje.
nog meer roze. Dus deze zijn over het algemeen allemaal aangevuld en een enkele moet ik nog, maar die waren dan nog op voorraad. Groen en goud. En de gouden heb ik dus 2 keer aangevuld. Het laatste doosje en hierin zitten allemaal, en je ziet het al, washi tapejes voor de enveloppen. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal en een like achter te laten onder deze video. Bedankt voor het kijken.